Hey, ik ben Mark van Motorkleinzetten TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Revit Airwave jas en broek, beschikbaar bij motorkleinzetten.nl. Motorkledingcenter Review. De specialist in motorkleding. De Revit Airwave jas en broek is een set motorkleding die speciaal is gemaakt voor in de zomer. Voorzien van heel veel luchtdoorlatend meshmateriaal, dat is slijtvast materiaal, maar is maximaal luchtdoorlatend. En verder is die gemaakt van slijtvast polyester. Voorzien van NOX-protectie op de schouders, op de ellebogen, wat accordeon stretchpanelen, zodat je nog wel goede bewegingsvrijheid overhoudt. Zien we ook onder de oksels en op de rug heel veel meshmateriaal. Is echt supergoed voor als het boven de 25, 30 graden is. Daaronder wordt hij al snel te koud, want alle lucht die tegen je aankomt, die slaat direct de jas in en dan kan hij aan de achterkant ook weer uit. Dus maximaal ventilerend. Aan de achterkant wordt hij ietsje langer. We kunnen hem hier vastritsen aan deze broek. Er zit een jeansloop aan, zodat we hem eventueel aan de jeans vast kunnen maken. En hier zit de verbindingsrits van de jas. Maak hem hierop vast, heb je een wat sportievere houding, dan blijft de jas ook goed aan de broek zitten. Ook hier weer wat accordeon stretchpanelen. En aan de achterkant van de broek zien we tot helemaal onderaan het luchtdoorlatende meshmateriaal. Hier is hij ook wat afgewerkt met wat reflectiemateriaal. Bovenkant een dikke neopreen kraag, zodat hij ook lekker zit als je wat voorovergebogen zit. En dat je geen overtollig materiaal in de nek hebt. Aan de zijkant zien we een stelband. Hiermee kunnen we de jas helemaal stellen. De broek is voorzien van NOX-protectie op de knieën. En ook op de bovenbeen en op de onderbeen weer voorzien van luchtdoorlatend slijtvast materiaal. Als we dan de voorkant bekijken zien we weer onwijs veel meshmateriaal, supergoed luchtdoorlatend. En ze hebben alles gedaan om deze jas zo cool mogelijk te krijgen en toch zo veilig mogelijk te houden. De bovenkant een knoopje, twee knoopjes, dus we kunnen hem strakker en losser maken. En aan de binnenkant zien we dat deze jas is afgevoerd met een heel dun voeringje, zodat het meshmateriaal niet prikt op de huid, maar dat hij gewoon lekker zacht aanvoelt. Zakjes aan de binnenkant, zakjes aan de buitenkant en ook in de broek is hij voorzien van zakken. Marleen is 1,70 meter lang, weegt ongeveer 63 kilo en draagt hier van de jas en de broek een maat 38. Sluit vrij strak aan, is ook de bedoeling, want je moet deze jas gewoon over een t-shirtje heen dragen. Je kan hem op de arm nog wel stellen, maar verder niet echt stelmogelijkheden. Dus zorg dat hij goed aansluit, want we willen niet dat hij gaat wapperen in de wind. Wil je meer informatie over de Revit Airwave of wil je deze jas of broek bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Laat ons weten wat u van onze reviews vindt. Like onze Facebook of YouTube pagina om op de hoogte te blijven van al het motornieuws. Breng een bezoek aan onze winkel met het grootste assortiment motorkleding van Nederland. Altijd advies op maat. Tot ziens op motorkledingcenter.nl.